We gaan stemmen. Puzzels inderdaad. En hele gewilde Wout en Frank, goedemiddag. Hey, hallo. Jij staat er mooi op die puzzel. Ja, ik ben niet prominent aanwezig. Ik heb hem gezien, ik vind hem heel leuk. Ja, ik ook. Hij is heel tof. De puzzels geven we weg. Frank, jij hebt een hele mooie introductie voor waar we nu zijn. Nou, we staan namelijk op een mooie plek. Namelijk in de woning van Jaap Reesma. Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. En Jaap heeft natuurlijk zijn top 2000 stemlijstje ook ingevuld via nporadio2.nl/top2000. En als je stemlijstje invult, zou het dus zomaar kunnen zijn dat wij bij je langskomen met die puzzel. Ja, Jaap, zo is dat. En niet anders. Hoe is het? Wacht even, want moet jij even met, als je wil, met de microfoon heen en weer, Frank, dan kunnen we met Jaap praten. Hoe gaat het met je, Jaap? Ja, het gaat goed. Ja, ik vind blij? Het al zo bijzonder dat ik op Nu Wij Niet Meer Praten kon stemmen überhaupt. Want ja, je moet dan toch, je kan natuurlijk wel een vrije keuze invullen, maar nu sta ik er echt tussen. Maar dit vind ik interessant. Je stemt op je eigen liedje. Ja, tuurlijk. Echt waar? Ja, nou, maar ik heb alle stemmen dat vind ik nodig. Mooi, want we komen heel veel artiesten tegen die zeggen, nou ja, nee, dat doe ik natuurlijk niet. Maar jij zegt gewoon, nee, maar dat is, kijk, dit is natuurlijk wel legendarisch. En als je daar überhaupt in, maar niet uit waar, dat is een droom. Ja? Dus alle beetjes helpen. Want ja, ik weet niet hoeveel mensen erop gaan stemmen, maar ik zal niet heel hoog komen. Dus dan hoop ik dat ik natuurlijk ergens erin zit. En dan heeft mijn stem misschien toch nog zin. Ja, je weet het niet. Wat goed, ik vind het heerlijk. En stem je dan op één liedje van jezelf? Of heb je gewoon 35 keer Jaap Reesma? Nee, ik heb één liedje gedaan. Want er stond er natuurlijk ook maar één tussen. En de andere zou dan vrije keuze moeten zijn. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is een beetje gênant. Te veel werk doe ik niet. Ja, en nee. Maar ik heb inderdaad, ik heb ook heel erg, eigenlijk ook te snel, omdat ik zo gretig was, heb ik ook heel snel in de lijst gekeken. En toen had ik hem al verzonden. Maar eigenlijk zou ik nu wel weer het anders doen. Maar ja, even los van je eigen muziek. Hoe ben jij muzikaal opgevoed? Ben jij van de Eagles, van de Beatles? Heel veel Motown. Mijn ouders gingen veel op congressen naar Amerika. En die kwamen altijd terug met Fats Domino en Otis Redding. En allemaal dat soort werk. Oh, en daar ben ik soul, jongen. Ja, ik ben echt heel erg soul. Vind ik heel fijn. Dus altijd muziek uit het buitenland. Daar kwamen ze mee terug. Dat heb ik geluisterd. En ik heb heel veel mijn zusjes. Ik ben echt met Mariah Carey en Celine Dion en zo, al die dingen. Want ik had 3 oude zussen die dat de hele dag aan het luisteren waren. En ik vond dat eigenlijk ook wel leuk. Het is een soort guilty pleasure-achtig verhaal. Maar ik kon er niet omheen. Maar mijn vrienden hebben me daar natuurlijk altijd om uitgelachen. Want ik zat Mariah Carey te draaien. Dus ik ben, maar mijn broer die zat dan weer de Fugees en zo. Dus ik had veel broers en zussen. Ik ben de jongste. Dus ik heb wel heel veel meegekregen. Maar wat heerlijk, gaat echt alle kanten op jouw muzieksmaak. Ja. Vinden we zo'n Celine Dion ook nu in je top 2000 stemlijstje dan? Nee, dat niet. Of Mariah Carey? Ja, maar hij zou ik eerder doen. Omdat ik daar echt wel, daar heb ik echt veel van maar welke gespeeld. Dan, maar ik zou echt een titel niet meer kunnen noemen. Maar ik had echt alles. Ja? Vision of Love, waar het allemaal mee begon. Allemaal van dat soort liedjes. Ja, echt. Nee, maar ik heb dat echt veel geluisterd. Maar nee, nu is het veel meer de, ik ben heel erg dol op hele rauwe stemmen als Chris Stapleton en Gavin DeGraw. En Frank dat van soort. Het Hof. Ja, precies. Van Van het Hof. Met een mooi rauwe, een mooi raspje erop. Ja. Het zijn meer dat soort platen die erin staan. Jij zingt natuurlijk nu inmiddels een hoop Nederlandstalig. Vroeger met name heel erg Engelstalig. Keert er ook veel Nederlandstalig terug in jouw top 2000 stemlijst? Nou, ik hoop het eigenlijk. Want ik vind het eigenlijk heel gek als er niet heel veel Nederlandstalig in staat. Ja, maar in jouw eigen lijstje? Staat er in jouw eigen lijstje? Nee, ja, in mijn eigen lijstje staat inderdaad wel Avond bijvoorbeeld, die volgens mij ook altijd hoog scoort. Die heb ik heel vaak ergens gezongen. Als ik ergens een cover mocht doen, deed ik eigenlijk altijd die. Ja, die vind ik prachtig. Altijd goed. En Het Dorp en zo. Dus er zijn legendarische liedjes. Maar eigenlijk ook van de laatste tijd zijn er ook, weet je, Raccoon maakt natuurlijk ook al een tijdje prachtig Nederlandstalige liedjes. Ik stem wel op Nederlandse liedjes. Annemiek wil wel iets gaan draaien, geloof ik, uit jouw lijstje. Ja. Welke moet zij gaan draaien? En waarom ook vooral? Nou, ik ben Gavin DeGraw. Dat is inmiddels ook altijd, als hij in Nederland komt, dan komt hij ook langs. Dat komt eigenlijk via Kim, want die kent hem. En inmiddels is dan een vriend geworden. En altijd als ik hij Chariot... Komt ja, hij komt echt... Gavin DeGraw heeft aan deze tafel ik ben er altijd. Nee, maar ik ben er echt ook altijd trots op, omdat ik echt zwaar fan van hem ben. Wat goed. En het is ook een hele leuke vent. En bij Chariot heb ik, dat is een soort, ja, daar krijg je zoveel energie van. En het is nu natuurlijk allemaal, we hebben wel een beetje energie en een beetje gezelligheid hoe nodig. Hoe bedoel je dat? Nou ja, er schijnt iets te zijn van nee, een omikronnetje en zo. Je hebt gelijk. Nee, maar Chariot vind ik echt helemaal de plaat. Vind ik een van de allervetste platen ooit gewoon. Nou, met een beetje geluk wordt hij nu ingestart. Ja, dankjewel. En succes met... Succes met stemmen, met de stemweek, met de top 2000. Fijne feestdagen, alles. Allemaal. Ja, dankjewel. Precies. Yes. Oké. Annemiek, dankjewel. Joe. NPO Radio 2.